Hoi, ik ben Lila en welkom bij weer een nieuwe video. Voordat ik deze video ga beginnen, wil ik even zeggen dat toen ik de video opnam, dat is al een tijdje terug, wist ik dus nog niet hoe de producten waren. En nu heb ik ze een tijdje geprobeerd en ik vind ze zo fijn en ik heb ermee mogen douchen, ik heb ze mogen gebruiken, ik heb mijn huid ermee mogen scrubben. Het zijn echt hele fijne producten en ik wil even zeggen dat ik echt heel erg enthousiast over ben. Anders zou ik het ook niet aanraden. Maar ik wilde dus eigenlijk nu even vertellen wat ik ervan vind een paar weken later. En dat is echt, ik ben echt heel erg enthousiast. Ze ruiken gewoon echt heel erg lekker. En dat vind ik fijn, dat als je klaar bent met douchen ruikt de hele badkamer ernaar. En mijn moeder gebruikt ze ook wel eens. En dan denk ik echt, oh ja, ze heeft weer de Ritual of Holy gebruikt. Dus ik ben heel erg enthousiast. En laten we nu beginnen met de first impression review video van de Ritual of Holy producten. Veel plezier met kijken. Hoi allemaal, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag heb ik een echt hele leuke video voor jullie. Ik ben trouwens verkouden, dus als je iets merkt aan mijn stem, dan is dat het. Maar dat mag ons niet laten tegenhouden om deze leuke video te maken en naar ons jullie te kijken. Goeie zin. Ik mag vandaag namelijk producten van Rituals reviewen. Ik ben super benieuwd. Ik heb hier de tas of de zak, de zak, laten we het zo maar noemen, van Rituals. En ik ga alle producten in ieder geval laten zien en vertellen hoe je het gebruikt. Laten we beginnen met het allereerste product. Oh. De eerste is de Holy Moly Foaming Gel. Dat is dit flesje. Ik vind het sowieso al een super leuke flacon. Het ziet er super vrolijk uit. Paars met roze en heel erg meisjesachtig ook. Ik denk dat het ook vooral vrouwelijke geuren zijn. Maar als je ervan houdt als man of als jongen, dan kan je het natuurlijk gebruiken. Mensen die Rituals al vaker hebben gebruikt herkennen dit soort flesjes. En ik zal even laten zien hoe het eruit komt eigenlijk. Kijk, het is echt... Kijk maar, als je het goed kan zien. Het is een gel. Maar het leuke is met Rituals is dat het zeg maar super erg schuimt. Je denkt echt van... Waar komt al deze schuim vandaan? Het ruikt ook echt... Het ruikt echt zo lekker. Het ruikt gewoon heel zomers of zo. Dus ik zou deze ook vooral misschien dan in de winter gaan gebruiken. Omdat ik dan denk aan de zomer. Dat klinkt misschien heel raar, maar daar hou ik heel erg van. Het ruikt zo lekker. Oh my god. Er komt dus heel veel schuim uit. Dat is super lekker voor op je lichaam. Dan kan je helemaal instoppen. En dan zit je helemaal onder de hele... Ja, het is een soort van zachte schuim. Ik ga even mijn handen schoonmaken en dan gaan we door met het tweede product. Het tweede product is een product waar ik ook echt super enthousiast over ben. Dat is de Shower Flower Foam. Wauw. Oké, dit is echt mijn lievelings. Oké, één van mijn lievelings, want ik kan niet zo goed kiezen. Hier komt gewoon een roos uit. Hoe tof. Ik vind het echt zo ziek. Oh my god. Oh, maar deze... Het ruikt ook niet allemaal hetzelfde. Het ruikt echt... Deze ruikt nog heftiger naar bloemen. The Ritual of Holy. Color your world with me. Het is gewoon zo'n vrolijke, leuke lijn. En ik ben er echt fan van. Deze, ik wil deze niet eens gebruiken. Ik wil alleen maar onder de douche staan en een roosje doen... Alleen maar dat roosje op me doen en dan weer wegleggen omdat ik alleen maar dat roosje wil zien. Weet je, het is gewoon zo'n leuk product en zo'n playful zeg maar product. Je kan er gewoon lekker mee spelen onder de douche en dat is, vind ik wel erg leuk. Het zijn gewoon hele vrolijke producten, hele gezellige producten. En ik heb nog twee andere producten. De Bath Bombs. Dit is de You're the Bomb Fizzing Bath Bomb. Flamingo Flower en Pink Grapefruit. Ik ga ze in bad doen en dan zie je hoe die zeg maar zich vormt in bad. Wat voor feestje meemaakt als je deze in bad stopt. En dan hebben we ook nog deze. Die vind ik ook super leuk, want er zit volgens mij een bloemetje in. Dit is de Pinky Promise Flower Bath Bomb. White Lily and Peach Blossom. Ik vind deze ook echt... Ik ga ze trouwens ook even ruiken, daar ben ik super benieuwd naar. Oh ja, volgens mij heb ik hem. Superleuke verpakking ook. Oeh. Oh my god.
Kijk hoe leuk dit ook in het echt uitziet. Er zitten gewoon bloemen in. Oh. Deze ruikt ook zo lekker. Heel, heel bloemig. Heel lekker. Ik ga deze ook even openmaken. Die ga ik dus vandaag uitproberen. Oeh. Kijk hoe tof. Ik ga deze, omdat ik deze echt heel mooi vind, laten zien in het bad. En dat beeld zie je nu. Vergeet natuurlijk niet The Ritual of Holy te volgen op Instagram en op YouTube. Want dan zie je alle leuke, vrolijke foto's, video's. En dan zie je ook hoe je de producten nog een keer kan gebruiken. En welke producten ze allemaal hebben, nog een keertje. Dus wil je dat nou zien? Volg The Ritual of Holy op YouTube en op Instagram. En dat heet dus ook gewoon The Ritual of Holy. Volgende product. Partytime Confetti Body Scrub. Toen ik dit las, dacht ik, oh my god, confetti? Hallo? En dit is waar. Because look at this. En ik ga even dit uittesten op mijn hand een beetje. Oeh. Het scrubt ook echt lekker. Je hebt ook wel eens van die scrubs waarbij ik het soort van te hard vind of zo. Maar dit blijft wel heel zacht. Dat is toch leuk, joh. Al die kleine... Ik weet niet of je het goed kan zien. Allemaal kleine... Je ziet zeg maar allemaal kleine kleurtjes erop. En natuurlijk niet te vergeten de geur. Ja, echt heel... Sorry, dit zat op mijn lip. Hele zachte geur of zo. Heel mild. Ik weet niet zo goed wat ik over moet zeggen. Ik vind hem echt super lekker en... Hij is gewoon heel, heel leuk. Gewoon, ik kan gewoon niet vaak genoeg zeggen hoe leuk de producten zijn. En ik zou zelf nooit iets zeg maar aanraden aan jullie wat ik zelf niet zou gebruiken. En rituals, dat vraag ik heel vaak voor kerst. Ik krijg het heel vaak voor kerst. Ik krijg het dus voor mijn verjaardag. En ik koop zelf ook wel eens een rituals flesje. En ik vind dat zulke lekkere geuren. Ik vind dat echt niet normaal. En zelfs de mannengeuren vind ik lekker. Dat is ook echt bizar. Oké, genoeg gekleed. Laten we doorgaan met de volgende. Hier ben ik ook heel erg benieuwd naar. De Holy Crackle Crackling Body Mousse. Deze heb ik ook nog geen één keer gebruikt. En dit staat dus crackling, dus ik ben heel erg benieuwd. Laten we dit even gaan uittesten. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. First impression. Wow, hè? Huh? Oh my god. Hoorden jullie dat? Dit knettert helemaal. What? En het ruikt ook super goed. Wow. Ik wil nog meer. Oké, nog een keertje. Oh. Allemaal schuim van die andere keren aan mijn hand nog. Dit is echt bizar. Oké, ik hoop dat jullie het goed horen. Aan de andere kant. En goed kunnen zien. Want daar is de camera. Hier is mijn microfoon. Dus nog een keer. Het is echt alsof je een soort van knetterlolly, dat die suiker daarvan op je hand. Hè? Huh? Dit is, wow. Dit is echt next level.
Wat? Ik ben echt helemaal in shock. En het ruikt ook echt heel lekker weer, maar... Wat? Ik snap het echt niet. Er staat volgens mij dat je zo'n 10 à 15 seconden moet schudden. Dus ik doe dat nog een keer, maar volgens mij ging het gewoon goed. Nog een keer. Dan zie je dit. Dit is zo leuk. Ik vind ook echt dat Rituals het echt heel goed heeft gedaan met een hele quote, zeg maar, van The Rituals of Holy. Life is meant to be fun, not serious. And life is meant to be real, not perfect. En dat is wel echt, ik bedoel, deze roos, deze crackling body foam, confetti. En dan is er nog een allerlaatste. The Ritual of Holy, color your world with love, wibbling shower jelly, jellylicious. En deze vind ik ook echt heel leuk. Wow. Hoe ziek. Oeh. Goeie geur. Oh, dit is toch tof, jongen. Kan je lekker spelen onder de douche? Dit is echt... Ik denk dat ik door deze producten misschien een half uur of zo ga douchen. Dat is echt niet normaal. Dat ik gewoon ga zitten en dat gewoon al die dingen zo... Oeh, crackling body foam en dit... Oh my god, dit is toch super leuk. Ik vind het echt super tof. Ik ben echt helemaal haar zijn doosje. Ik probeer hem er netjes in te doen. Dit waren de producten van The Ritual of Holy die ik super leuk vind. Ik ben benieuwd wat jullie van de producten vinden. Dus laat even in de reacties achter wat je ervan vindt. En ik hoop dat jullie net zoveel plezier gaan hebben onder de douche als ik. En remember, life is meant to be fun, not serious. And life is meant to be real, not perfect. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet je niet te abonneren. Vergeet deze video niet te liken. Vergeet geen Rituals producten te kopen van een nieuwe collectie. Want I love it. En ik zie jullie weer bij de volgende video. Doei!